En daar gaan we verder op in. En we gaan lezen uit 1 Korinthe 12. Vers 12 tot en met, moet ik dat goed zeggen, 27. En daar staat boven, ik lees vanuit de herzingen, staat de vertaling: vele leden, één lichaam. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen zijn immers door één geest in één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de hand zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij grotere eer. En onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden hebben dat niet nodig. Echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus. En ieder afzonderlijk zijn leden. Tot zover. Even voor jullie beeld. Paulus schrijft deze brief aan een gemeente in Korinthe. En het is een gemeente waar nogal wat gerommel is. Hoewel men tot geloof is gekomen en geregeld samenkomt, is er een soort van verdeeldheid ontstaan. Blijkbaar waren de mensen in de gemeente aanwezig die zichzelf wat beter vonden dan anderen. Dat kwam een beetje voort uit de cultuur daar, want je had figuren die hadden heel veel geld, die hadden heel veel macht daar. Die kwamen tot geloof en opeens kwamen ze in een gemeente waar ze een arme sloeber of een slaaf hun broer moesten noemen. Waarin ze gelijk waren met elkaar. En dat kon lang niet iedereen verkroppen. En je ziet dan ook dat dat langzaamaan doorweekt in de gemeente. En ook op het thema van de gaven, waar Paulus eigenlijk met name over schrijft in het hoofdstuk, zien we dat een beetje doordruppelt. We zien dat er een aantal figuren in de gemeente zijn die zeggen, ja, ik heb heel veel gaven, ik ben heel getalenteerd. Dus eigenlijk ben ik wel beter dan anderen. En er zijn ook een aantal figuren in de gemeente die zeggen, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel gaven. En ik ben niet zo sterk en ik ben niet zo aanwezig. Dus doe ik er eigenlijk wel toe. En Paulus door middel van het beeld van het lichaam maakt hij een duidelijk statement tegenover deze spanning die er in de gemeente heerst. En volgens mij kan je enorm veel uit deze tekst halen. Maar ik wil vanochtend met jullie met name naar 3 kernpunten kijken. 3 punten waarvan ik denk dat ze bepalend zijn voor hoe we naar het lichaam van Christus kijken. En ook hoe we er naar handelen. En dat heb ik voor jullie. We hebben net een piramide gebouwd. En nou wil ik geen heidense afgodsbeelden in de gemeente binnenhalen. Maar ik heb even een piramide op de riemen gezet. En een beeld dat iedereen snapt, als het goed is. En we gaan samen die piramide opbouwen. En het eerste onderdeel van die piramide, wat volgens mij Paulus beschrijft, is het volgende. Je bent deel van zijn lichaam. Paulus benoemt op verschillende plekken in deze tekst dat we
alle deel zijn van het lichaam. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 13, ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Of in vers 18 zegt hij, maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. En in vers 27 zegt hij, samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leed. God heeft jou een plek toegewezen binnen zijn lichaam, binnen de gemeente, de kerk. Hij zegt niet, iedereen doet mee, iedereen heeft een plek. Maar, zegt, er zijn ook een aantal van jullie, ja, die kunnen het wel zelf. Ja, die kunnen het op eigen houtje, die hebben dat lichaam verder niet nodig. Ja, dat is niet wat God zegt. Hier wordt duidelijk nog eens benadrukt dat iedereen deel is van het lichaam. Op eigen kracht willen geloven is uiterst ongezond. En het is maar de vraag of het je echt dichter bij Christus brengt als je in je eentje gelooft. Dat is ook iets waar we vorige week kort aandacht aan besteed hebben. We zijn afhankelijk van elkaar als gemeente. We hebben elkaar nodig. Geloven is geen... als je je leven zou uitbeelden als een soort kast met allemaal vakjes, is geloven niet één vakje wat je hebt met een privécollectie aan al jouw mooie ervaringen en fantastische geloofsontwikkelingen en groei. Een soort laadje wat je zelf bewaart, nou, daar ergens weggestopt. Ik geloof dat geloven ten eerste niet dat ene vakje is, maar jouw hele leven. Ik heb een andere preek aan mij. Maar wat vooral belangrijk is, is dat geloven niet iets is wat je voor jezelf houdt. Wat je bewaart. Geloof is iets wat je collectief doet. Wat je samen met elkaar doet. God heeft zijn gemeente gegeven om elkaar, nou, de ervaringen die we hebben te delen. Om met elkaar onderwijs te delen. In het boek Handelingen zien we dat zodra mensen tot geloof komen, ze ook onderdeel worden van die gemeenschap. En daarvoor wil ik even Handelingen 2 lezen. Handelingen 2, vers 42. En daar staat, en zij volharden in de leer van de apostelen, en in de gemeenschap, in het breken van het brood, en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden vele wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen, en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Het ging op het moment dat mensen tot geloof kwamen, niet meer om henzelf. Natuurlijk had je de persoonlijke redding. Absoluut belangrijk. Maar zodra zij tot bekering kwamen, werden ze onderdeel van iets groters. Van het lichaam van Christus. En opeens, je moet je realiseren dat deze mensen die hier bij elkaar kwamen, enorm verschilden van karakter, van financiële achtergrond, van weet ik veel wat voor afkomst ze hadden. En opeens waren die broer en zus van elkaar. Misschien waren gelovigen opeens wel broer en zus, terwijl ze vlak daarvoor elkaar totaal niet mochten. En opeens kwamen ze bij elkaar over de vloer, braakten ze het brood samen, gingen ze samen naar de tempel, loofden ze God. En het is bijzonder dat juist, ook al kon men misschien niet met elkaar overweg, of had men problemen met elkaar, toch dit allemaal deed. Ze vormden samen het lichaam over elkaars grenzen heen. En God die werkt daar doorheen. Dat is iets wat in onze tijd best wel ver van ons afstaat. We leven best wel in een tijd waarin het heel erg om mijn persoonlijke beleving gaat. Minder nog over het lichaam als geheel. We zijn best bereid om mensen uit te nodigen in ons leven. Misschien nou, ze een keer bij ons thuis welkom te heten. Maar zijn we ook bereid om mensen die totaal niks met ons hebben, of waar we helemaal geen klik mee hebben, of waar we misschien zelfs moeite mee hebben, om die deelgenoot te maken van ons leven? Zijn we bereid ons leven open te stellen voor anderen en ons volledig te geven aan dat lichaam? En daarom voortbedurend geloof ik dat Paulus benadrukt dat alle gaven in de gemeente nodig zijn. Iedereen heeft een bepaalde plek in de gemeente, iedereen heeft een bepaalde rol of gave gekregen van God. En Paulus benadrukt dat we
allemaal de noodzaak is om die gaven die we van de Geest ontvangen hebben ook inzetten. Dit kunnen in het oog springende gaven zijn. Onderwijs geven, profiteren, heel nadrukkelijk aanwezig zijn in de gemeente. Maar het kan ook iets heel kleins zijn. Praktisch dienen. Met iemand op bezoek gaan. Voor iemand bidden. Zo heeft iedereen zichtbare of minder zichtbare gaven. En in vers 15 en 16 benadrukt Paulus dat we vooral niet te min moeten denken over de gaven die God aan ons geeft. Je moet vooral niet denken dat jouw minder opvallende gaven, als jij misschien, nou ja, als je wat minder uitgesproken bent, dat jouw gaven er niet toe doet. Sterker nog, het is noodzakelijk. Je bent deelgenoot van het lichaam. En in vers 21 beschrijft Paulus daarvan de tegenhanger. Je moet vooral ook niet hoogmoedig doen over je gaven. Want jij bent namelijk afhankelijk van al die andere lichaamsdelen. Je kan er niet bovenuit steken. Dat is niet hoe het lichaam werkt. En om dat nog eens te benadrukken, zegt Paulus, als het ware, even vrij vertaald, til de zwakkere op je schouders. Til ze omhoog. Hij moedigt aan om de wat hij noemt oneerbare of minder eervolle lichaamsdelen een grotere eer toe te schrijven. En je proeft hierin dat hij zijn pijlen direct richt op die mensen in de gemeente die hoogmoedig zijn. Die zichzelf verheven voelen boven de anderen. En hij pleit ervoor dat juist die mensen die zwakker lijken, die wat minder opvallen, een belangrijke plaats hebben binnen het lichaam. Kijk, als je kijkt naar het lichaam als geheel, een maag of een hart, ja, ik kan het bij jullie niet zien. Maar zonder maag of hart zou jouw oog of jouw mond of jouw handen niet functioneren. Jij hebt alles wat hier binnen zit nodig om de buitenkant levend te laten lijken. Het is afhankelijk van elkaar. En dit allemaal heeft als doel, wat Paulus hier benadrukt, dat er geen verdeeldheid in de gemeente is en we zorg voor elkaar zullen dragen. Dit lezen we in vers 25. En dit alles wat Paulus hier benadrukt slaat haarfijn aan bij wat hij in zijn volgende wereldberoemde hoofdstuk 1 Korinthe 13 over de liefde als hij daar vertelt. We zouden liefde voor elkaar moeten hebben, zorg voor elkaar en de ander hoger achten dan jezelf. Dat moet de basis zijn. Maar als dit de boodschap van Paulus is, als hij wil vertellen aan de gemeente, wat betekent dat dan voor ons vandaag? Wat kunnen wij daarmee? Ik geloof dat wij onszelf de vraag kunnen stellen, durf jij jezelf ten eerste 100% te geven aan het lichaam van Christus? Die piramide die wij proberen te bouwen met elkaar, die bouw je niet in je eentje. Dat lukt niet. Je bent nou eenmaal op elkaar aangewezen. En dat kan soms verrekte lastig zijn. Als ik naar mezelf kijk, ik ben een type die het liefst op eigen houtje doet. Iemand die, ik vind prima om samen te werken met mensen, maar als het recht om gaat, ja, dan vind ik het toch vooral belangrijk dat wat ik wil, dat gebeurt. Dat type ben ik, helaas. Dus voor mij is dit best wel een pittige tekst. Het vraagt namelijk voor mij om eigenlijk mezelf aan de kant te zetten en anderen voor te laten. En mezelf bewust te zijn van het feit dat ik deelgenoot ben van iets groters. En weet je, ik wil mijn leven niet alleen voor mezelf leven, maar als ik hem ook wil leven voor het lichaam, voor jullie, voor met elkaar, dan betekent dat jullie ook iets te zeggen hebben over hoe ik mijn leven leef. Dat betekent dat ik mezelf openstel om jullie bij mij naar binnen te laten kijken. En misschien zien jullie iets waarvan je zegt, joh Martin, dat moet anders. En ik wil met jou op pad om dat te gaan veranderen. Ik doe het niet op mezelf. Als jij 100% deelgenoot bent van het lichaam van Christus, betekent dat ook dat je met elkaar naar het leven kijkt. En met elkaar kijkt, hoe vullen we dat in? Hoe zorgen we, waar we het vorige week ook over hebben gehad, dat we heilig, smetteloos en onberispelijk voor Jezus leven? En dat vraagt soms best. Dat is best pittig. Best ingewikkeld. En daarnaast
vraag waar wij met elkaar over na kunnen denken is hoe jij vervolgens datgene wat God jou gegeven heeft inzet in de gemeente. Hoe geef je dat een plek? Het is goed om je te beseffen dat jij binnen die piramide, of je nou onderop zit of bovenop, dat jij een bepaalde rol hebt. God heeft jou een bepaalde taak gegeven. Maar misschien voelt het wel alsof jouw gave of datgene wat jij te bieden hebt, dat er eigenlijk helemaal niet toe doet in de gemeente. Misschien word je wel allemaal over het hoofd gezien. Misschien ben je wel elke dag heel druk met de gemeente of met allerlei praktische dingen of met zorg voor anderen, maar niemand die het ziet. Laat je dan bemoedigen door wat Paulus hier zegt. Wat jij doet is noodzakelijk. Noodzakelijk, het is nodig. Wat jij doet is belangrijk. Maar misschien zit je wel helemaal aan de andere kant. Heb je juist het idee dat jouw gaven en talenten die van anderen overstijgen? En dat kan. Het is een gevaar wat heel veel mensen tegenkomen, denk ik. Het is heel gemakkelijk om hoogmoedig te worden en jezelf boven anderen te verheffen. Maar om even iets scherps te zeggen, ik geloof dat zo'n soort hoogmoed het hele lichaam van Christus uit balans kan brengen. Dat als hier mensen in de zaal zitten die zichzelf verheven voelen boven anderen, heeft dat zijn weerslag op de rest van het lichaam. Dus het is belangrijk om daarin kritisch naar jezelf te zijn. Durf daarin eerlijk naar jezelf te zijn. En luister naar de oproep van Paulus als hij zegt, til die mensen die minder gezien worden juist omhoog. Je hebt veel kracht gekregen van God. Gebruik dat om anderen omhoog te tillen. En niet jezelf. Zet ze op je schouders. En daarin hebben we Jezus als een voorbeeld. Paulus relativeert in het hele stuk het idee van status en hiërarchie en privileges dat wij al eeuwenlang hebben met elkaar. Als je maar sterk genoeg bent, als je maar genoeg te bieden hebt aan de mensen om je heen, ja, dan ben je belangrijk. En God die draait het compleet om. Hij zegt, nee, daar gaat het niet om. In de ogen van God is het compleet omgedraaid. Alle status en privileges die je dacht te hebben in je oude leven, die doen er niet meer toe als jij onderdeel bent van het lichaam. Als er dan al een hiërarchie zou moeten zijn, zegt Paulus, laat dan de zwakkere bovenin staan. Laat hen meer eer verdienen. Juist als je meer gaven hebt ontvangen, wees dan nederig. Dien de anderen. Zorg voor de anderen. Dit werelds idee van macht van de sterkste zit helaas ook enorm in ons ingebakken. En we zien het ook helaas veel te vaak gebeuren in de kerk. Die welbespraakte, goedgeleerde man die enorm veel doet in de gemeente, die een goed gezinsleven heeft. Die man die wordt begroet, wordt uitgenodigd en die krijgt een plek in de gemeente. En misschien komt hier op zondagochtend wel elke zondag een man binnen die in een slobbertrui binnenkomt, werkloos is en eigenlijk we vinden hem maar een beetje raar. Een beetje een vreemde kerel. Maar misschien is het wel een man die zijn knieën kapot bidt voor de gemeente. En niemand die het ziet. Zouden wij zo iemand, als het ware, op onze schouders kunnen tillen en zeggen, dit is wie wij zijn. Dit is wie wij als gemeente willen zijn. De ander omhoog tillen. Anderen in de spotlight zetten. Maar nog persoonlijker. Dit gaat over de gemeente als geheel. Maar voor jou. Ben jij in staat om al jouw eigen eer, datgene wat jij belangrijk vindt, aan de kant te zetten voor iemand anders? Kan je dat? Durf je dat? Wat een tegengeluid zouden we dan zijn voor de wereld om ons heen? Dit is hoe het lichaam van Christus werkt. En Jezus was hier een voorbeeld in. Hoewel hij alle macht had, hij oversteeg alles, koos hij ervoor om de meest nederige plek in te nemen. Nederiger dan dat kan je haast niet bedenken. Laten wij als zijn lichaam hem daar ten alle tijden in navolgen. Volg jij hem in die nederigheid? Ik geloof dat als we daar allemaal oprecht voor kiezen, hoewel dat een weg is die moeizaam is. Maar ik geloof dat als we
we daar oprecht voor kiezen, dan worden we een lichaam van mensen die elkaar lief hebben. En waarin mensen zichzelf nederig opstellen. De ander hoger achten dan zichzelf. Een groep volgelingen van Jezus die elkaar echt nodig heeft. Die het niet alleen kan. En met elkaar groeit in het geloof. Wat een getuigenis zullen we dan zijn. Toch? Laten we bidden. Trouwe Vader in de hemel. Dank u wel, Heer, voor dat wat u ons geeft. Dank u wel dat u het lichaam bedacht heeft. Dank u wel dat u ons op elkaar heeft aangewezen, hoewel dat soms ontzettend lastig is. Hoewel geloven misschien iets is wat veel makkelijker is als we het op onszelf doen. Als we het zelf aanpakken. Maar u zegt nadrukkelijk, nee, we hebben elkaar nodig. En Heer, we hebben dan ook u nodig om dat op een goede manier te kunnen doen. We kunnen dat niet zelf. Heer, maak dat uw Heilige Geest door ons heen werkt om zorg te dragen voor elkaar, om oog te hebben voor de ander. De ander op onze schouder te tillen. Elkaar lief te hebben. En bovenal ook de ander hoger te achten dan onszelf. Want het is zo makkelijk, Heer, om... Ja, als je maar een beetje getalenteerd bent of ergens goed in bent. We vinden het zo belangrijk dat mensen dat tegen ons zeggen, ons bevestigen. En misschien zitten hier wel mensen in de zaal die dat dus totaal niet hebben. Die juist het idee hebben, ik hoor er niet bij. Ik val er buiten. Heer, bemoedig hen. Laat hen merken, laat hen voelen dat ze nodig zijn in de gemeente. Wat voor taak ze ook vervullen. Heer, help ons om... Ook in zo'n periode als deze, waarin iedereen op vakantie is en we misschien elkaar wat minder zien. Om toch een getuigenis voor de wereld te zijn door te focussen op dat lichaam. We zijn dat lichaam. We willen u volgen daarin. Heer, leid ons daarin. Dit alles bid ik u uit genade en in Jezus' naam. Amen.